Welkom bij de SIP Jubileumconferentie 2022. De democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Dat is de titel van het verhaal van Kees Verhoeven over de invloed van digitalisering op onze democratie en de risico's ervan op het functioneren van de Tweede Kamer. Ontzettend leuk om hier te zijn. Het SIP, wat natuurlijk al 10 jaar zich bezighoudt met twee van de kernonderdelen, denk ik, van wat digitalisering betekent of met zich meeneemt. Aan de ene kant de informatiebeveiliging, de security. En aan de andere kant de privacy natuurlijk. En die twee elementen die zijn natuurlijk al 10 jaar ontzettend belangrijk. En daar moeten we goed over blijven nadenken. Mensen zeggen wel eens tegen mij van ja, Kees, die technologie die gaat zo snel. En daardoor lopen we allemaal achter de feiten aan en kunnen we het niet bijhouden. Maar als je gewoon goed nadenkt over wat de waarden zijn achter die technologie die zo snel verandert, dan zijn het eigenlijk heel vaak dezelfde discussies. Dan gaat het bijvoorbeeld over, behouden we privacy ten opzichte van de mogelijkheid om bepaalde dingen te doen om de veiligheid te vergroten. Dus de afwegingen, de waarden die achter allerlei technologische ontwikkelingen zitten, die zijn eigenlijk al 10 jaar heel erg belangrijk. En daar moeten we nog steeds hele belangrijke keuzes over maken. Politieke keuzes ook overmaken. Ik ben overigens geen politicus meer. Dat weten jullie hopelijk. Ik ben al ruim een jaar uit de Tweede Kamer. Maar ik wil wel heel graag even praten over de democratie in het digitale tijdperk. Die twee elementen die ik daarmee bij elkaar breng, gaan natuurlijk aan de ene kant over het digitale tijdperk waarin we leven. Ik wil daar kort iets over vertellen. Zo, hoe is dat digitale tijdperk nou ontstaan en wat betekent dat nou precies voor ons als mensen, voor ons als maatschappij, maar ook voor ons als democratie. En vervolgens wil ik het dan inderdaad hebben over ja, wat zijn dan de gevolgen voor de democratie op twee elementen. En aan de ene kant kies ik dan voor het element soevereiniteit. En dat is eigenlijk de externe druk op ons land. Dus er is een hele grote verandering in de hele wereld. En die heeft ook gevolgen voor Nederland. Daar moeten wij ons toe verhouden. Dat is de ene kant van het verhaal. Dus de democratie wordt eigenlijk van buitenaf onderdrukt. En digitalisering speelt daar een rol in. Dat is eigenlijk de ene helft van mijn verhaal. Maar de andere helft van het verhaal gaat over van binnenuit. Ik zie namelijk ook dat de democratie onder druk staat van binnenuit. En die twee elementen probeer ik in 20 minuten aan elkaar te koppelen. Even over dat digitale tijdperk, want we praten allemaal heel makkelijk in ons hoofd, in ons leven, in ons zijn, in ons werk, over digitalisering. Dat is een term geworden waar we eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaan. Maar ik wilde wel even bij stilstaan. Want wanneer begon het nou? Nou ja, dan kun je heel ver teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog. Of misschien nog wel verder, of iets minder ver, naar de Turing-test, wat ook. Maar een heel belangrijk moment was natuurlijk 1981. Wat gebeurde er in 1981? Personal computer, hè? De personal computer die kwam eigenlijk in een mum van tijd kwam die op onze bureaus te staan. En in 1988, dus 7 jaar later, werden al die computers eigenlijk met elkaar verbonden, want toen kwam het Amerikaanse internet kwam aan land in Europa, in Amsterdam. Dus dan hadden we computers en internet. En dat was natuurlijk een fantastische tijd. Zelf ben ik inmiddels van middelbare leeftijd. Hè? En dat betekent dus dat ik ook zelf heel bewust heb meegemaakt dat die ontwikkelingen er waren. En dat betekent dus ook dat ik heb meegemaakt dat we nog met cassettebandjes en cd's en alles bezig waren. Dus we hebben allemaal, een groot deel van de mensen hier in deze zaal, is ook van middelbare leeftijd. En die hebben dus ook meegemaakt dat die verandering plaatsvond. En dat is een hele belangrijke verandering, want die heeft ongelooflijk veel impact op ons hele leven gehad. Kijk maar eens een film uit de jaren 80 terug. Dan zie je dat digitalisering alles heeft veranderd. Dat is heel belangrijk om even te realiseren. In die tijd, in die jaren 80, was er niet alleen digitalisering, maar er was ook natuurlijk de val van de muur. En er was een soort van democratisering en liberalisering. Dus de wereld brak eigenlijk ook open. Dus de wereld werd online verbonden, maar fysieke scheidslijnen die verdwenen. En de wereld werd eigenlijk één groot systeem. In die tijd ontstond ook de wereldeconomie. En aangejaagd door dat internet ontstond ook een soort nieuwe economie. Want wat zou dat internet brengen? Het internet was een grote belofte. Wat zou dat internet brengen? Geen tussenpersonen meer. Hè? Dus geen machtige industrieën die ertussen stonden. Maar het internet zou vrijheid geven aan iedereen. Iedereen kon zijn eigen communicatielijn openen. Zijn eigen informatie zoeken. Dat was de belofte. De nieuwe economie. En daarnaast was er natuurlijk een enorm soort optimisme. Dat het internet eigenlijk de wereld ook helemaal vrij zou maken.
He, dus er ontstond een wereldeconomie, er ontstond een nieuwe soort digitale economie. De muur viel, de landen in het voormalig Oostblok begonnen te democratiseren. En het leek erop dat digitalisering, liberalisering, globalisering zodanig zouden samenvallen dat we in een soort van paradijs terecht zouden komen. En dat is ook zo, hè? Want we zitten hier met z'n allen bij elkaar en het voelt echt als een klein paradijs. Maar er is natuurlijk toch het een en ander gebeurd. Want in de jaren 90 leek alles eigenlijk dezelfde kant op te wijzen. Maar toen gebeurden er een aantal dingen die nu nog van betekenis zijn over het digitale tijdperk waarin we leven. Dus het begon met een enorm optimisme. Het internet was goed, het internet was een bottom-up kracht. Daar moest de overheid van afblijven en dat zou ons allemaal bevrijden. En toen kwam het jaar 2000. En daar keken we naar vooruit met die Millennium Bug. En iedereen dacht van, oh, als die computers maar overeind blijven. Maar die computers bleven gewoon overeind, er gebeurde niks. En dat betekende eigenlijk dat iedereen zo optimistisch was in 2000... dat de internetbeurs in maart 2000 op de Nasdaq, ik weet niet hoe je dat uit moet spreken. De internetbeurs, die bereikte een gigantische piek. En er waren echt mensen die zeiden, nou, er gaat nu zelfs een economie ontstaan, die gaat nooit meer krimpen. We hebben geen conjunctuur meer, het gaat altijd maar doorgroeien. Ja, maar we lachen erom, maar het is gedacht. Het was zelfs Fukuyama, die zei zelfs, einde van de geschiedenis. Iedereen zal leven in een kapitalistische vrije wereld. Iedereen zal op eenzelfde manier met elkaar gaan samenleven. En datzelfde optimisme kwam ook naar voren in een speech die Bill Clinton op een gegeven moment hield. Toen hij merkte dat China probeerde dat internet een beetje aan banden te leggen. In maart 2000 zei Clinton, ingefluisterd door Al Gore, want Al Gore was de internetprofessor, die heeft het internet zelfs een beetje uitgevonden, vond hij. Goed, dat heb je soms, hè, dat mensen denken dat zij de enige zijn die iets bedacht hebben. Zeker bij het internet is dat zo. En die zei tegen Bill Clinton van, joh, je moet even een mooie speech overhouden. En toen zei Bill Clinton, als je probeert het internet te reguleren, zei hij tegen China, als je dat probeert, dan is hetzelfde als dat je probeert een punning aan de muur te spijkeren. Oftewel, je kunt het internet niet reguleren. Het internet is een kracht die ons leidt. Een maand later kwam Poetin aan de macht in Rusland. En als Poetin en daarna Erdogan en daarna Xi Jinping hebben bewezen dat iets wel kan, dan is het internet reguleren. En van het economische optimisme is ook niet zoveel terechtgekomen, want die Millennium Bug die kwam er misschien niet. En die Nasdaq die haalde misschien wel een piek. Maar een maand later crashten die beurzen. De dotcom-crash zorgde uiteindelijk voor een gigantische klap, die uiteindelijk weer leidde tot allemaal nieuwe schulden, die uiteindelijk weer samenkwamen in de bankencrisis. Maar wat gebeurde er nou in 2000? Er kwamen landen die zagen dat ze het internet konden controleren. En er kwamen bedrijven die zagen dat ze geen winst konden maken op de manier zoals zij georganiseerd waren. Dus die internetbedrijven die waren eigenlijk een zeebubbel. En wat er toen in 2000 gebeurd is, heeft er nu voor gezorgd, 22 jaar later, dat we aan de ene kant zitten met technologiebedrijven die zijn gaan nadenken over de manier waarop ze geld gingen verdienen. En die hebben gedacht, we gaan geld verdienen en dat doen we gewoon door heel veel data te gaan verzamelen. Dus dat dataverdienmodel dateert eigenlijk terug uit de tijd 2000, waarin al die bedrijven fantastische dingen deden, maar geen geld verdienen. En nu zitten we met een aantal technologiebedrijven die eigenlijk ongelooflijk invloedrijk zijn op onze levens. En aan de andere kant hebben we te maken met staten, China, Rusland, die via digitale wapens onze democratie aanvallen. Dus het digitale tijdperk is prachtig. Digitalisering biedt gigantische kansen. Digitalisering zorgt voor ongelooflijke mogelijkheden. Digitalisering heeft ons leven makkelijker gemaakt. Het heeft de wereld toegankelijker gemaakt. Het is op heel veel gebieden een gigantische kans. Maar we kunnen er niet aan onderdoor, of we kunnen er niet omheen, dat digitalisering ook gezorgd heeft voor een hele grote druk op onze democratie. En daar zullen we wat mee moeten. Want we kunnen dat niet laten gebeuren. En zeggen heel veel mensen, ja, maar daar is Europa nu toch mee bezig. Dat klopt. Europa is met ongelooflijk veel wetgeving bezig. En dat is heel positief. Maar de Nederlandse Tweede Kamer, die moet daar zelf ook wat aan doen. Dus we moeten ook als Nederland op blijven letten dat we onze democratie beschermen tegen techreuzen en tegen staten die ons bedreigen met digitale wapens. En dat is eigenlijk het eerste stuk van mijn verhaal. Het digitale tijdperk zorgt er dus voor dat onze democratie voor een deel van buitenaf onder druk is komen te staan. En daar gaat het vaak over als het
als het in de Tweede Kamer gaat over debatten, dan gaat het vaak over de grote techreuzen. Dan gaat het vaak over Kaspersky, die moeten worden geweerd. Dan gaat het vaak over 5G en Huawei. Dan gaat het over ASML, die wel of niet een vergunning krijgt om de wereld te veroveren met hun chipmachines. Dus de Tweede Kamer en wij in Nederland, het publieke debat, gaat heel vaak over die externe kant. Wie weet wat er vandaag op de voorpagina van de Volkskrant stond? Ja, spyware. Hè? Dus vandaag schreef Huib Modderkolk op de voorpagina van de Volkskrant dat de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst, de AIVD, gebruik maakt van zogenaamde hacksoftware van het Israëlische bedrijf NSO. En dat is hetzelfde bedrijf, NSO, die ook de producent is van de zogenaamde Pegasus-software. De software waarmee in Spanje verschillende politici worden afgeluisterd. En dezelfde software waarvan de Nederlandse politie, ondanks herhaaldelijk aandringen van diezelfde voorstand, maar ook van de Tweede Kamer, maar niet wil zeggen of ze die software nou wel of niet gebruikt. En daar wil ik iets over vertellen. Want wat er ook vanaf die jaren 2000 gebeurd is, is niet alleen maar die ontwikkeling van die dreigende grote bedrijven, van die dreigende dictators, maar er is ook iets gebeurd met onze eigen democratie. Want er gebeurde een jaar later ook weer iets wat iedereen zich nog kan herinneren, en dat is natuurlijk 9-11. En 9-11 zorgde voor een gigantische schok in de westerse wereld die duidelijk maakte dat we misschien allemaal wel slachtoffer kunnen worden van een aanslag. En toen stonden er natuurlijk overal ter wereld allemaal politiek leiders op die zeiden: wij gaan ervoor zorgen dat er geen aanslagen meer plaatsvinden. Dit mag nooit meer gebeuren, we gaan dit keihard aanpakken. En dat keihard aanpakken, dat hoor je nog steeds elke week een politicus wel ergens tegen een camera zeggen op het journaal. Dit moeten we keihard aanpakken, dit mag nooit meer gebeuren. En dat is heel positief, dat politici, bestuurders proberen om mensen te beschermen tegen ellende, tegen fraude, hè, dat er gefraudeerd wordt bijvoorbeeld, daar willen politici heel graag een eind aan maken. Of dat het coronavirus zich razendsnel kan verspreiden en kwetsbare mensen ziek worden. Daar wil de overheid ons heel graag tegen beschermen. Daar heeft Brenner volgens mij net hele mooie dingen over gezegd. Of dat er verschrikkelijke dingen gebeuren zoals kindermisbruik en kinderporno. Daar wil de overheid ons heel graag tegen beschermen. En tegen bloederige aanslagen. Daar wil de overheid ons heel graag tegen beschermen. Dus we zitten met allemaal politici in Den Haag die hele goede intenties hebben en die ontzettend graag de Nederlandse samenleving willen beschermen tegen ellendige dingen zoals gebeurde tijdens 9-11 of andere verschrikkelijke gebeurtenissen. En daar zijn eigenlijk alle politieke stromen het wel over eens. Dat, of het nou Geert Wilders is of Jesse Klaver of Sigrid Kaag of Wopke Hoekstra. Iedereen wil, iedere politicus, iedere beleidsmaker, iedere idealist, maar misschien ook wel iedere informatieprofessional wil helpen om de samenleving te beschermen tegen slechte gebeurtenissen. En hoe doen we dat in het digitale tijdperk? Met data. Hoe doen we dat in het digitale tijdperk? Met digitale technologie, om bijvoorbeeld te kunnen hacken of mensen te kunnen volgen. Dus de overheid wil zoveel mogelijk informatie over de samenleving verzamelen, over mensen verzamelen, over verdachte burgers verzamelen, om maar te zorgen dat ze die dreiging kunnen wegnemen. En dat zijn goede intenties voor de nationale veiligheid. En wat gebeurt er? Intussen, de uitkomst van die goede intenties is vaak minder goed dan van tevoren wordt gedacht. Want we schenden als overheid op grote schaal de rechtsstaat. En dat doen we op twee verschillende manieren. Aan de ene kant doen we dat door wetten te schrijven en wetten aan te nemen. En de Tweede Kamer neemt die wetten al twitterend haast ongezien aan. Door wetten te schrijven die ingaan tegen basisprincipes van de fundamentele rechten van de mens en de grondrechten van mensen en de rechtsstaat. Want om maar een voorbeeld te noemen, in een van de wetten die bijvoorbeeld haast ongezien door de Tweede Kamer is aangenomen, dat is de wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden. Dat is een wet die ervoor zorgt dat de overheid, dat allerlei verschillende overheidsdiensten, gemeenten, provincies, maar ook allerlei inspecteurs, recherche, belastingdienst, FIOD, die mogen allemaal hun databestanden met elkaar delen en uitwisselen en vervolgens verwerken en combineren om daarmee weer nieuwe conclusies over mensen mee te kunnen trekken. Dus een wet die in de ogen van deskundigen verder gaat dan alle wetgeving achter de toeslagenaffaire. En het is een wet die in de ogen van deskundigen en critici ook natuurlijk
verder gaat dan wat er gebeurd is bij Siri. En Siri, dat is een systeemrisico-indicatie, daar hoor je nooit iemand over. Alleen dat is door een rechter verboden, omdat het discriminerend was. Het is gewoon een groot systeem wat sociale zaken aan de gemeente aanbood om ervoor te zorgen dat ze fraude beter konden opsporen. En dat soort schandalen, het toeslagenschandaal, maar ook het verbieden van Siri door de rechter, wat de Kamer allemaal unaniem voorstemde in 2013 en 2014... Dat is wat er nu op dit moment ook weer gaat gebeuren met die wet gegevensverwerking en samenwerkingsverbanden. Maar de andere manier waarop de overheid de rechtsstaat in problemen brengt, is door de wet zelf in de uitvoering te overtreden. We hebben afgelopen jaren gezien dat Defensie een unit opbouwde om mensen te volgen zonder wettelijke grondslag. We hebben gezien dat de NCTV burgers bespioneerde zonder wettelijke grondslag. We hebben gezien dat de politie op verschillende gebieden de AVG niet naleeft. En dus ook drie keer achter elkaar heeft de toezichthouder, Inspectie Justitie en Veiligheid, laten zien dat de politie niet hackt volgens de hackwet. En vandaag zagen we dus dat de inlichtingendiensten gebruik maken van uiterst dubieuze hacksoftware van een bedrijf uit Israël dat ook zaken doet met de meest twijfelachtige regimes. Dus, mijn conclusie. Ja, we moeten onszelf van buitenaf beschermen tegen de dreigingen die zijn voortgekomen uit de verschuiving van macht naar bedrijven en bepaalde staten die vervolgens op de autonomie en vrijheid van ons land drukken. Dat moeten we absoluut doen. Dat moeten we doen met Europa, dat moeten we doen met wetgeving, met reguleren, met het weren van bepaalde bedrijven, met het stellen van eisen. Dat moeten we absoluut doen. Daar moet een tandje bovenop. En daar moeten we de soevereiniteit ook echt durven omarmen. En soevereiniteit betekent bijvoorbeeld ook dat je een keer een datacenter bouwt op een plek waarvan de hele bevolking misschien zegt niet in mijn achtertuin, maar waarmee je wel als land ervoor zorgt dat je digitale infrastructuur hebt waar je zelf op kan leunen. Zeg maar even tegen de gemeenteraad. Maar ja, ik vond eigenlijk dat de gemeenteraad van Zeewolde wel gelijk had met Facebook, want ik vind Facebook nou niet het allermooiste voorbeeld van een goed datacenter. Maar we moeten in Nederland wel na gaan denken over de digitale infrastructuur, want als we goede digitale infrastructuur hebben, zijn we soevereiner. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat we onze democratie ook van binnenuit gaan beschermen. Dat we dus als samenleving, en dat begint natuurlijk bij mensen zoals u, die er verstand van hebben, die dicht op het vuur zitten, die begrijpen wat er aan de hand is en die met bestuurders kunnen praten en kunnen meedenken over beleid. Dat we wetten maken en wetten naleven op een manier die past bij een democratische rechtsstaat. En dat we daardoor daarbij gebruik maken van digitale middelen en datasets, dat is prima. Maar doe dat dan op basis van een aantal principes waar we de rechtsstaat op baseren. En dat zijn er vijf. Er zijn vijf belangrijke principes die ik hier in dit licht zou willen noemen. Tot slot. Je hoort altijd die mythe. We moeten meer data verzamelen, want het is effectief. En we doen het tijdelijk. En we vernietigen de rest van de data. En het is anoniem. En het is niet inhoudelijk, want het is alleen maar metadata. En data zijn objectief. Je hoort altijd al die argumenten om meer data te verzamelen, meer informatie te vergaren over mensen. En ik zeg, laten we nou eens zorgen dat we daar die ouderwetse grondwet en die ouderwetse rechtsstaat tegenover stellen. En dan bedoel ik het legaliteitsbeginsel. Het feit dat de overheid alleen maar mag handelen als er een wet is. Of het gelijkheidsbeginsel. Dat iedere Nederlander gelijk wordt behandeld in gelijke gevallen. En dat er dus geen sprake mag zijn van discriminatie door een computer. Of het proportionaliteitsbeginsel. Dat je niet een kanon inzet om een mug uit je slaapkamer te jagen. Dat je dus zo minimaal mogelijk omgaat met data en andere middelen die je inzet. En dat je ook niet van tevoren data verzamelt voor doel A, dat je data alleen maar verzamelt voor doel A en dan ook gebruikt voor doel A. En dat je het niet eerst verzamelt voor doel A en vervolgens gebruikt voor doel B, want dan gaat het mis. En de onschuldpresumptie. Het feit dat je ervan uitgaat dat een burger onschuldig is. Ook al maken datasets die burger misschien verdacht, dan is het nog niet zo dat die burger feitelijk schuldig is. Dat is eigenlijk mijn oproep. We kijken vaak van buiten naar binnen, maar we moeten van binnen naar buiten kijken. En ik denk dat u en het SIP daar de komende 10 jaar nog heel erg goed over mee kunnen denken. Dank u wel.